We hebben namelijk een kleurboek. Zo. Dan zeggen mensen, zo, dat hebben we nog niet gezien, een kleurboek. Kleurboek. En nee, dit is geen kleurboek waarbij het boek eerst leeg is. Nee. Avengers of wat dan ook. Geen Avengers. Dit is een kleurboek, ik zal het even daarop laten zien. 100 verschillende tekeningen. Dit boek verkopen we al 20 jaar. Maar we hebben onlangs een nieuwe voorraad gekregen, ook exclusief bij ons te krijgen. En dit is, je moet hem eigenlijk voor een groter publiek doen, zeg ik erbij. Dus we doen even een aangepaste versie. Maar je moet hem eigenlijk voor een groter publiek doen, dan is het effect het mooist, pakt het uit. Maar het idee is als volgt. Check even het boek. Zeker. Elmer heb ik net voordat we hier gingen opnemen, dit boek even pas laten zien. Dus hij heeft verder daar ook dus niet zelf mee gewerkt. Nee. Nu zie je dat, ik zei net als een tekening in met naam, zonder naam. Ik wil ze ook niet zien, dus ik kijk bewust even een beetje weg. Zo. Zoek er even eentje uit zonder naam, voor het gemakkelijk te houden. Tekening zonder naam. Ja. Heb je iets? Ja. Oké. Okay. Scan de tekening voor jezelf van boven naar beneden, dat je hem in de gedachten kunt houden. En dan maak je even dicht met je vinger ertussen, dat ik niet kan zien. Ja? Ja. Right. Oké, okay, ik ben niet zo'n goede tekenaar, zeg ik dan even tussen. Het gaat even om het idee, hè? Als ik hem wordt te lang, ga ik niet te gedetailleerd doen, want dan wordt het een beetje lang. Wat had jij gekozen? Kun je de tekening laten zien die jij gekozen had? Ik had een boot gekozen. Nou. Nee joh. Boot, ja ik zei ook al. Een boot. Teken, ja, mooi. Het is niet een goede tekenaar, maar het gaat om mooi. Een boot. Ja, mooi, boot. Nee, okay, okay. Klopt precies. Okay. Forget this one. Oké. Okay. ja, goed. Pak even een andere tekening. Een pak andere even tekening. Eentje met naam. Met een woord erbij. Oh ja, sommige tekeningen hebben woorden hè, hierin. Ja. Ja. Even kijken. Ja. Iets met woord erbij. Ik kan het niet zien. Nee, een beetje. Ja, ik ging een beetje weg. Ja. Ja? Ja. Kijk even, er staat een woord onder, hè? Oké, okay, ja. Ik ben wel goed in tekenen, woorden ben ik slecht in, zeg ik erbij. Ik kan het ook, stel voor dat je mij een tekening doorsturen, kan ik goed ontvangen, woorden ben ik slecht in. Stel voor dat je bijvoorbeeld de letter van het woord zou sturen, of het tweede woord is een beetje dom. Stel dat je de eerste letter van het woord zou sturen. Ik doe niet de eerste, pak de derde. Want de eerste zou misschien wel weten, okay. Misschien ken ik het boek, zou ik weten wat het is. De derde heb ik geen idee. Heb je de derde letter? Kun je die zien? Ja, weet je, ja, zeker. Oké, okay. Denk even aan de derde letter van het woord. Ik ga gewoon gokken, want ik heb geen idee. D. Nee. Oké, okay, wat was welk beter voorbeeld? De K. De K, zie? Ja. En daarom doe ik liever tekeningen dan woorden. De K. De K. Oké, dan moet ik even goed denken. Jij hebt iets gekozen. Is het makkelijk te... Heb jij het thuis? Heb ik het? Ja. Heb jij het thuis? Jij hebt het thuis? Ja? Oké. Okay. Ik ben hier niet zo goed in hoor, maar het gaat over het idee. Hoe teken je zoiets, mensen? Met een pen. Ik heb dit nooit eerder getekend trouwens, maar als je dit voorbereidt kun je dit nog beter tekenen allemaal. Als je oefent met tekenen. De vraag is, je hebt je vinger ondertussen? Ja, zeker. Ik stop met tekenen. Oké. Okay. Wat had jij gekozen? Een fiets, een bike. Een bike. Oh, mooi. Een bike. Goed hoor, hij kan ze wel tekenen. Dat is het idee. Dat klopt ook best wel. Ja, ja zeker. Best... Mooi. Bye. Ja, dit is fantastisch gaaf. Je moet het eigenlijk voor een groter publiek spelen. En dat heeft te maken met deel 2. Omdat ik nu vraag aan Elmar om aan een letter te denken. Normaal doe ik dat niet zelf, vind ik niet leuk. Dan zeg ik tegen een toeschouwer. Weet je hoe moeilijk het is om dit soort dingen te doen, om informatie te ontvangen. En dan laat ik een toeschouwer proberen Elmars, in dit geval Elmar, letter te raden. Ja. Nou, soms gaat het goed, soms niet. Maakt verder niet uit. En dan ga je alsnog tekenen. Nu zijn we met z'n tweeën, moest ik het even doen. Maar het is super clean. En 100 verschillende tekeningen. Echt, je hoeft ja. Niks, geen enkele tekening te onthouden. Nee. En het is ook niet met een à la kleurboek. Zwempad, ook niet. Het nee, het zijn echt 100 verschillende tekeningen. Verschillend. Heel tof. Heel leuk gemaakt. En het heet Pictomental 2000. Pictomental 2000.
Kost €79. Compleet met Nederlandstalige instructies. Eventueel Engelstalige instructies. We hebben ook Duits spraakige aanleiding aan mijn oog. En weer een routine die je wel tot 10 minuten kan laten duren. Ja, hè? Ja, ook echt, ja, dat is natuurlijk ook wel wat. Hè? Ja, maar je kan er meer in doen. Je kan, nu heb ik twee tekeningen. Je kan zeggen, pak eerst een tekening. Oké, okay, pak een andere tekening. Kan, hè? Ik doe nu twee. Maar het kan je zou bijvoorbeeld ook twee boeken kunnen kopen. Aan twee mensen kunnen laten geven. En dan vanaf twee. Nou, je kan, het is echt wel een tof ding, hoor. Ja, ja. Echt ook praktisch ook. Dat is ook handig. Ja.